Stichting Village People Harderwijk is geschrokken van de tekst die vanmorgen op het zebrapad was geklad. Zij strijden voor meer gelijkheid en waren juist heel blij dat het regenboogpad er kwam. Dat was even schrikken inderdaad. We kregen via social media opeens beelden door van een Bijbelse tekst die erop geklad was. En dat was niet een hele vriendelijke, dus dat is nooit leuk om te zien. Vooral niet omdat het zo'n vredelievend en vrolijk symbool is. En dat dat dan toch zulke gevoelens oproept bij iemand, dat is heel erg jammer. Voorbijgangers reageerden geschrokken op de bekladding. Als ik dat hoor, vind ik dat vreselijk. Want ik vind een regenboog-oversteekpad, een regenboog-zebra om zo maar te zeggen, vind ik een ontzettend goed idee. En ik woon zelf in Nunspeet. Ik zou willen dat we dat in Nunspeet deden. Dan weten hun ook dat het gelijkheid voor één is. Dus waarom doen ze het dan? Ja, ik heb er geen woorden voor verder. Nou, ik vind het echt niet meer van deze tijd. Ik vind het verschrikkelijk. De gemeente laat weten openlijk in gesprek te willen gaan met inwoners over acceptatie. Stichting Village People is daar blij mee en hoopt dat het pad snel wordt hersteld. We moeten even van de schrik bekomen. Ik vind het goed dat ze het in ieder geval gelijk hebben weggehaald. De gemeente is heel actief op een positieve manier rondom dit onderwerp. Het is nu wel heel lelijk, dus ik hoop in ieder geval dat we het snel kunnen herstellen. Want het heeft wel weer zijn nut bewezen.